Is jouw levenspad nummer een 6? Het is het pad van harmonie, visie en dienstbaarheid. Je levenspadnummer haal je uit je geboortedatum. Het is het belangrijkste nummer van je persoonlijke blauwdruk. Weet jij nog niet jouw levenspadnummer? Check dan even mijn video hierover en de link staat in de beschrijving hieronder. Of klik op de link aan het eind van deze video. Dankjewel voor het kijken en de reacties op de andere video's. Ik vind het heel leuk als je je abonneert op dit kanaal. Klik op de subscribe button hieronder en geef de video een thumbs up. En dat waardeer ik enorm. Wil je een persoonlijke numerologische blauwdruk van je eigen unieke codes laten maken? Dan doe ik dat met heel veel passie en liefde. Check in de beschrijving hieronder mijn website hiervoor. Levenspad nummer 6 is het pad van de verzorgende visionair om van de wereld een betere en mooiere plek te maken. Je levenspad is wat je hier komt doen op aarde. Soms zie je mensen juist de andere kant van het spectrum pakken en zitten dan niet op de stroom van hun levenspad. Ze doen niet wat de bedoeling is om te doen voor hen. De energie van de 6 representeert harmonie, vrouwelijke energie, schoonheid, visie en dienstbaarheid. Mensen met levenspad nummer 6 zijn heel familiegericht en huisgericht. Het zijn vergeleken bij de andere nummers de huismussen. Ze houden van schoonheid, van een mooi ingericht huis, van mooie kleding, kortom van schoonheid om zich heen. Nummer 5 ging over vrijheid, ongebondenheid, avontuur. Vaak zie je bij het opvolgende nummer de tegenovergestelde energie terugkomen. De 6 houdt van harmonie, van huis en haard, van familie en gezelligheid en hoeft niet zo nodig naar buiten. Nummer 6 wordt ook het nummer van geven en nemen in de liefde genoemd. Een 6 zoekt naar harmonie en schoonheid binnen en buiten zichzelf. De 6 mens is over het algemeen hartelijk, liefdevol, trouw aan degene van wie hij houdt, verzorgend, hulpvaardig, hebben veel compassie, zijn familiemensen, houden van schoonheid en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De 6 zet zich in om de huiselijke harmonie te handhaven en er voor de familie te zijn. Een 6 kan orde in de chaos scheppen. 6'en kunnen over het algemeen goed visualiseren en dat weer materialiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van projecten. Ze kunnen ook goed organiseren en verantwoording nemen. De 6 is ook van de details. Als je bijvoorbeeld bij ze op visite komt in een mooie huis, dan staat de deur al wijd open voor je en word je allerhartelijkst ontvangen. De koffie of de thee is tot in de puntjes en details verzorgd met alles erop en eraan. Het verzorgende zit er vaak al heel jong in. Een 6 kind zal altijd, no matter what, voor het huisdier zorgen. Daar waar andere kinderen het wel eens laten versloffen en aan de ouders overlaten. Herkenbaar? Nummer 6 hebben ook vaak een artistieke inslag, omdat ze schoonheid kunnen scheppen. Hij komt zijn verplichtingen na, doet wat hij heeft beloofd, kan goed waarnemen en is begripvol. De aandachtspunten voor de 6, dat ze te overbezorgd kunnen zijn, te veel weggeven, zowel materialistisch als emotioneel als spiritueel. Te hoge verwachtingen hebben. Ze houden niet van veranderingen. Te kritisch op zichzelf en hun naasten. Voor de nummer 6 is het belangrijk om te leren eerst goed voor zichzelf te zorgen en dan voor de ander. Hoe beter je voor jezelf zorgt, des te meer kun je voor anderen betekenen. Het beroemde voorbeeld van de zuurstofmaskers in het vliegtuig. Zet eerst die van jezelf op en dan die van je kinderen.
Ook is het goed om van tijd tot tijd je af te vragen wanneer je de ander helpt of de ander afhankelijk van jou wordt. Een belangrijk item om mee te dealen voor de zes is perfectionisme. Ze zijn zeer perfectionistisch, soms te. Te perfectionistisch staat je eigen ontwikkeling in de weg. Vaak verwachten ze ook van anderen dat deze zeer perfectionistisch zijn. En dat kan wel eens leiden tot wrijving of onbegrip. Alle mensen met een levenspad 6 hebben er baat bij wanneer ze begrijpen het belangrijk is wie ze zijn en niet hoe goed ze doen of veel weten. Het is belangrijk om de lat minder hoog te leggen en zichzelf realiseren dat er geen perfectie bestaat. Je best doen is goed genoeg en je bent goed zoals je bent. Wanneer je de 6 perfectionisme meer los kan laten, kunnen ze het grotere verband in het leven gaan zien. Ze bereiken dan meer en genieten meer. Ze kunnen dan relaxter leven en intuïtief aanvoelen. Dat alles samenhangt en dat perfectie te zien is in ieders unieke weg naar zelfontplooiing, waarbij alles een divine timing heeft. Ik hoop dat je het gevoel hebt gekregen bij levenspad nummer 6. Laat me weten in de beschrijving hieronder wat jou het meeste aanspreekt in deze video van jouw levenspad en wat eventueel een eye-opener voor je is. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jou veel schoonheid, harmonie en visie op je levenspad toe. Geniet van al het goede. Ciao!